Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Dit is hier mijn reading voor de maand augustus. De energie van deze maand en wat deze maand ons allemaal in het algemeen gaat brengen. Ik heb daarvoor 3 kaartjes voor jullie getrokken. Dus een kaartje uit het orakel van Diana Cooper, het drakenorakel van Diana Cooper. Ik heb een kaartje getrokken uit een van mijn lievelingsorakels, die ik al eens heb voorgesteld in een vorige video aan jullie. Dat zijn echt prachtige tekeningen, heel erg veel middeleeuws en fantasierijk. Dus volledig mijn ding. En ik heb een kaartje getrokken uit het eenhoornorakel. Want de eenhoorns die zijn natuurlijk ook heel erg geliefd bij mij. Nu, het viel mij ook meteen weer op dat ze ongeveer wel dezelfde boodschap brengen voor de maand augustus. Dat merk ik heel erg veel bij kaartjes die ik trek uit verschillende orakelsets. Dat er heel vaak ongeveer dezelfde soort boodschap naar voren komt. Dus dat vind ik echt wel heel erg fijn hoe zoiets werkt. Dat de kaarten echt wel heel mooi samen lijken te werken met elkaar. Dus even de uitleg. Hier uit het drakenorakel van Diana Cooper kwam dus de diep blauwe draak, de deep blue dragon, naar voren. Met de boodschap, keeps you safe by clearing your pathway. Dus houd je veilig bij het zuiveren van jouw pad. Dus daar gaat deze boodschap in het algemeen ook over. Deze blauwe draak is heel erg gelinkt met de aartsengel Michael. En hij staat helemaal voor bescherming, zuivering en alle negatieve energieën opruimen. En plaatsmaken voor het nieuwe. Dus een nieuwe start. En weten ook dat je tegelijkertijd heel erg beschermd wordt door de prachtige donkere blauwe draken. En door de prachtige aartsengel Michael. Dat is een heel erg mooie boodschap voor de algemene energie van de maand augustus 2019. Nu, uit deze prachtige deck trok ik dus deze kaart. Ook een heel erg mooie tekening. Je ziet dan in de verte donder. Nu de laatste dagen hier in België is het ook wel heel vaak aan het donderen en aan het bliksemen, heel veel regen. Ik ben iemand die wel houdt van dit weer, maar ik denk dat ik daar wel eerder een uitzondering op ben. De meeste mensen hebben graag veel zon. Ik heb graag een fris windje, regen. Dat is echt, ik hou van dat weer. Nu, bij de boodschap van deze kaart stond geschreven dat het dus ook heel veel zuivering brengt. De energie van deze kaart zegt, er komt heel veel zuivering aan voor ons. Het oude maakt helemaal plaats voor het nieuwe. En ja, ik denk ook wel dat het dan heel erg, dat een grote kans is dat het in de maand augustus ook heel erg veel gaat donderen en gaat regenen. Om oude energieën op te ruimen en plaats te maken voor het nieuwe. Dus dit heeft ook alles met zuivering te maken, deze kaart. Dus het wordt echt wel blijkbaar een maand dat heel erg veel zuivering gaat brengen voor ons. Nu de volgende kaart van de eenhoorn die ik heb getrokken. Zoals dat jullie zien, echt een prachtige afbeelding van een eenhoorn. En hier staat dus bewustzijn als de algemene boodschap. Bij de info van deze kaart stond geschreven dat we ons eraan mogen herinneren dat we heel erg geliefd zijn, heel erg veilig, dat we goed beschermd worden en dat we ook mogen letten op de tekens van hulp van onze gidsen, onze hogere zelf, de lichtkrachten die we krijgen. Ze zijn heel erg aanwezig rondom ons, ook al kunnen we ze niet altijd zien. Ze zijn er wel. En ze brengen vaak kleine tekens naar ons toe als om te laten zien aan ons dat ze echt wel aanwezig zijn bij ons, om ons te steunen en te begeleiden op ons pad. Dus dit is heel,
ook mijn lievelingskleur toevallig. Deze lichtgroen dat je hier zo ziet rond deze prachtige eenhoorn. Ik hou heel erg veel van de kleur groen. Dat is mijn lievelingskleur. En ja, ik vind het echt een prachtige eenhoornkaart. Ook een heel erg mooie eenhoorn die erop staat. En het is ongeveer weer dezelfde boodschap die hierin naar voren komt. Dat we goed beschermd zijn. Dat we heel erg geliefd zijn en zo door onze gidsen rondom ons heen. En dat we altijd om hulp mogen vragen. En dat zij dan altijd wel voor ons zullen zijn, natuurlijk. Dus ja. Drie verschillende kaarten die ook toch wel dezelfde boodschap naar voren brengen voor deze maand. Het belooft denk ik wel een pittige energie weer te worden. Er gaat heel veel zuiveringen plaatsvinden. Maar we gaan ook heel erg goed beschermd worden. Onze gidsen gaan altijd wel kort bij ons zijn, gaan ons altijd helpen als we dit nodig hebben, als we ernaar vragen, als we ons ervoor openstellen. En ja, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Aan deze reading voor de energie van de maand augustus. Ik wens jullie allemaal nog heel erg veel liefs toe. En ja, tot de volgende keer.